Kom naar Jota. Jawel, maar de jinnigste echte heer Caravan. Roenom in de provincie doet de caravan op. Op zoek naar bijzondere meesken en mooie verhaal. Wat een onderkomen je. Hoi. Ah, goedemorgen. Ja, wie er? Ja, lekker zitten. Ja, je moet hem samen zien hebben. Wow. Het is even wat anders. Nou, de balk is even in de belangstelling. Nou, dat vind ik top. Is er een type van jou, dat is wel een mooie, kleurrijk persoon? Ja, nou ja. Ja. We hingen vroeger van die dorpsfiguren, die binden er nog net meer samen. Men zei dan wel eens, daar in het dorp kijk ik weer, maar zij is natuurlijk net. Vrijwillig bregenwachters hebben hier in Balk. Zullen we vertellen? Met zijn bepaken, Sjen en Petuntjes? Ja. Ja, hè? Dank u wel voor de koffie. Alsjeblieft. Kom je in Balk? Ja. Heb je nog een goede tip voor u? Ik zal het weten. Wat is nou waar is kleurrijk in Balk? Wat is een mooi type? Nou, dat vind ik dan wel Willem de IJskoning. Willem de IJskoning? Ja. Die had je verderop, had er hier een ijskozaak. En een lunchroom, zeg maar. En die geeft winters altijd. Gaat er een jouw maand gaat naar het boetelaan om jeugdles te gaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zieken Willem de IJskoning. De enige echte. En nou heb ik begrepen, jou binnen nou gewoon in Balk als ondernemer ondergong. Ja. Maar jou ging ik al naar het boetelaan. De tamtam gaat snel in Balk. Ja, ik ben eigenlijk net terug uit Kenia. Ja, ik heb 2 maanden in Kenia heb ik Engelse les gegeven op een basisschool. Aan kleine kinderen. 4, 5 en 6 jaar. Hoe is dat zo op je paard komen? Ja, wij zijn mijn partner en ik, mijn vrouw en ik zijn Afrika-liefhebbers. En ja, 's winters, ijs in Nederland, dat werkt niet. Ik ben op een vliegtuig gestapt en in een dorpje vlak buiten Nairobi. Op een school ben ik les gaan geven. Ja, wonen tussen de Kenianen, leven als de Kenianen. Dus Willem is 8 kilo afgevallen. Maar Willem is hem weer lekker aan het bijeten. En hoe is het om daar te wezen? Heel bijzonder. Heel eerlijk, heel simpel. Ik raad iedereen aan, als je op vakantie gaat, duik eens tussen de lokale mensen. Dan zie je wat er werkelijk leeft, speelt. En zeker daar, hoe arm die mensen zijn en hoe ze toch leven of misschien overleven. Kijk, de bedoeling is dat ik daar die kinderen les geef. Je moet voorstellen, ze spreken Swahili, andere stammetalen. Maar vanaf de middelbare school is echt alles in het Engels. En op het moment dat jij als kind zijnde niet die basis hebt in het Engels, dan red je het ook niet. En ging jou daarin vanuit een bepaalde uitzoering? Is het vrijwillig of is het... Nee, dit is echt vrijwilligerswerk. Een dure hobby, maar wel een heel dankbare hobby, ja. Is er iemand van je die mij vertellen kan wat je meer familie mag in? Ja, ik! Oké, kom erbij. Wij hebben een beetje een musical dan. De Toveraar van Oz. En dan, dan hebben we een boze heks. Dan hebben we Doreen, de volverschrikkende leeuw. De Toveraar van Oz, de burgemeester. En we hebben de advocaat. En dan hebben we nog volle meer meisken. En wat is die rol? Ik ben Doreen. Dan haast ook denk ik een van de grotere rollen dan nee. Ja. Want hoe lang wordt een musical ongeveer en hoeveel tekst haast wel net? Nou, volgens mij een uur en op elke bladzijde heb ik volgens mij wel tekst.
Goeiemiddag. Goeiemiddag. Binnen jou Sjoerd de Vries? Ja, dat klopt. Ik heb begrepen dat jouw muziek maakt. Ja. Dat klopt. Ik ben krek om te oefenen. Want ik speel je wel eens op een merken voor de kerstverhaalje. Hel je wat geld op voor de mensen die wat hier in Balk en omgeving wat mooi maken hè, in de oude ronde hier. Dan krijgen die mensen een attentie. Duo. Oh jee. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Mooi, wij hier wel even storen of zit je midden in uitsturen? Ja, mooi wel storen, hè. Mooi wel even. Heel even. Wij jaren een naam Orne van den Berg. Ja, dat ben ik. Je bent welkom. En wat voor programma onderbreken wij op dit stuit? Dit is country, folk en rock and roll. Elke snuit een beetje tussen hier en draaien hier bij Radio Spanburg. Dus jou horen van country, folk en rock and roll? Ja, ik wil van meer stijl, maar dit vooral. Ja, dit doe ik al meer strijden hier. En wat je nou hier, dat binnen de Dixie Aces uit Limburg, dat jij eigenlijk de min bij jongeren op Friesland. Oei. Oh, wij kunnen wat van jou leren, Erik. Nou, heel wat. Wat dit wel belangrijk wordt. Goedemiddag. Oh jee. We hebben hier gedaan. Ja. Nou, geweldig. Ik zou zeggen, kom in. Nou, wie joh van de morgen bij u in de caravan. Ja. En je zag dat de meesten in Balk ook wel eens gek keren en zeiden ze, nou, dat geeft het waarom gek. Ja. Nou ja, dat ben ik wel die ik voor zijn, hè, maar ik distanceer me daar ook wel van. Want ja, ik kan niet iedereen een dorpsgek nemen natuurlijk, dat doe je net. Ik ben slim zie geweest, ik ben 12 kilo kwijtraken. Want ik ben 4 dagen in coma houden, of weet ik voor wat, maar sliepende. En de laatste dag werd ik wakker maken. Ik zag je zuster net om het in te worden, want die mevrouw moest eerst voor je voetje horen, want die ken ik niet. Nou zei ze dat hij niet naar haar zus. Huh? Hoe komt die hier dan? Die kwam even door uit Amerika bij. Daar heb ik bloed van gekregen. Nou, hoe mooi kan dat wezen? Het is toch fantastisch? En dat is de reden dat je er nou nog binnen? Ja, helaas wel. Oh, helaas, maar dat is dus al zo. Zij heeft mij gewezen rennen. Nou, geweldig. Ik hoop ik dat je met mooi doorgaat. Want als ik zat droog en samen nou droog in, vind ik het hartstikke mooi. En dan ben ik wel een van de liefhebbers die het mij heerschot. Dus.